Ja, ik heb de zilveren camera gewonnen 2013 met een foto waarop Nelson Mandela staat. Hij ligt in de kist en je ziet allemaal mensen hem uitzwaaien. Ja, het was nog een hele heisa om die foto te maken, want de kist met daarin Nelson Mandela ging 3 dagen achter elkaar van het ziekenhuis naar de plek waar hij openbaar werd opgebaard. En ik ben daar eigenlijk 3 dagen geweest en deze foto is op de tweede dag gemaakt. Hij zou langs die speciale route komen en ik stond klaar en hij kwam maar niet. En ik heb daar een tijd gewacht en hij kwam nog steeds niet. En uiteindelijk ben ik naar mijn auto gaan lopen na een hele tijd. En toen hoorde ik mensen schreeuwen en ik kijk om. En toen kwam hij door de straat waar mijn auto geparkeerd stond. Je kijkt door de auto heen, dan zie je de mensen op de achtergrond staan. Dat is geen weerspiegeling. En dan kijk je op de voorgrond, zie je de kist liggen. En dan zie je nog een boom erboven, dat is de weerspiegeling. Die boom stond achter mij, zeg maar. En de reden dat ik deze inzond was, ja, omdat je zo goed die emotie zag. Dus dat is blijkbaar ook wat de jury eruit heeft gehaald. Ja, om de zilveren camera te winnen was voor mij een enorme shock ook. Maar ook een enorme grote droom, wat ik altijd al wilde. En waarvan ik dacht, misschien win ik hem ooit nog eens een keer later. Ja, nu won ik hem nu. Dus ja, ik was zo blij. Ik kon het echt niet geloven toen mijn naam opgelezen werd van het papiertje. Dacht ik, oh ja, mooi. Ik ben vaak best wel onzeker over foto's. Dat ik denk van ja, ik vind het misschien best mooi, maar vindt een ander dat ook? En nu hoor je dan van toch wel een hele professionele jury dat zij dat ook goed vonden. Dus dan vind ik, ja, ik vind het echt een kroon op het werk wat ik afgelopen jaren in Afrika heb gedaan. Wat ik heel graag wil, ik ben bezig met een boek. Wat ik in 2019 samen met Alice van Gelder, journaliste, hoop uit te geven. Over de jongere generatie van Zuid-Afrika. En daar wil ik gewoon de komende jaren heel veel tijd in gaan steken. Ja, om die generatie die geboren is na de dood, of sorry, nadat Nelson Mandela aan de macht kwam. Dus ja, die kids zijn nu zo'n 20 jaar. Om die generatie in beeld te brengen, om te kijken hoe zij het nieuwe Zuid-Afrika gaan opbouwen.